Dag allemaal en welkom bij de basisbespreking van tekst 3b, Heracles en de leeuw. We zijn in het punt van het verhaal dat Heracles de opdracht heeft gekregen om een leeuw te verslaan, de leeuw van Nemea. En daar was hij nu naar op weg en hij heeft de leeuw gevonden en hier gaat hij in gevecht met de leeuw. En we lezen hier hoe dat gaat. Als je een tekst in het Grieks wil aanpakken, zoek je eerst altijd de persoonsvorm. Ik heb hem al in het Grieks staan. Zoek je eerst altijd de persoonsvorm op. Daarna het onderwerp. En daarna het leidend voorwerp. En daarna doe je pas de rest van de zin. Dus hou deze volgorde goed aan. Dan lukt het waarschijnlijk wel. Als je een persoonsvorm zoekt, heb je in het Grieks, als je nou tenminste zo ver bent als deze tekst, heb je dan twee opties. Voor de regelmatige werkwoorden is het dan zo dat een persoonsvorm of op ei eindigt, of op oesi, of oesin. Dat hangt er vanaf of het volgende woord bijvoorbeeld een klinker begint of niet. Die ei is de hij, zij, het vorm. Hij, zij of het. Dus dit is het einde van het woord. Hè? En als het woord eindigt op oesi, dan is het de zijvorm en een meervoudsvorm. Dus dit helpt misschien als kleine ezelsbrug voor het vertalen van de rest van de tekst. We kijken naar zin 1. Je zoekt eerst de persoonsvorm. Dat is verai, want die eindigt op een ei. Dit zijn de persoonsvormen. Verai, dit betekent hij, zij, het draagt. Dan zoek je het onderwerp. Het onderwerp is altijd een nominativus vorm. En dat is ho Heracles, dit is nominativus. Dus dan vertaal je dat samen. Ho Heracles verai, Heracles draagt. Dan kijk je naar het leidend voorwerp. Wat draagt Heracles? En dat is totoxon, de boog. Dus als vertaling heb je dan Heracles draagt de boog. Tweede zin. Eerste persoonsvorm weer zoeken. Kijk je wat eindigt op ai of oesi? Dat is noai. Noai is hij, zij, het merkt op, zoals hier staat. Onderwerp daarbij is wederom de enige nominativus in de zin, namelijk Heracles. Heracles merkt op. Leidend voorwerp, wat merkt Heracles op? Tulterion, accusativus, het beest. En dan ex aevnes betekent nog plotseling. Plotseling merkt Heracles het beest op. De volgende zin is vrij lang, maar we pakken hem alsnog op dezelfde manier aan. Je zoekt de persoonsvormen. Bainai is er één en toxuiwai is er één. Als er twee persoonsvormen in één zin staan, kun je meestal van persoonsvorm tot persoonsvorm lezen. Of in dit geval is het makkelijk, je ziet hier een komma staan. Dus je hebt één zinsdeel voor de komma en een zinsdeel achter de komma. Dus je kunt eerst tot hier en daarna kun je druk maken over de rest. Dus bainai, de hij, zij, het gaat. Onderwerp daarbij is ho Heracles. Dan heb je Heracles gaat. Hier staat niet echt een leidend voorwerp in. Er staat wel een accusativus in. Namelijk tulterion. Deze, tulterion. Maar hij staat hier in de accusativus omdat het na het woord pros komt. Pros betekent naar. En naar gaat altijd met een accusativus. Dus je krijgt Heracles gaat naar het beest. En dan heb je nog het woord niet. Dat ontkent de hele zin meteen. Heracles gaat niet naar het beest. Komma. Maar, toxuia, hij schiet. Wat schiet hij? Oistus, pijlen. Dit is een meervoudsvorm van oistos. Os en oes is dan meervoud. Volgende zin. Persoonsvorm zoeken. Ktainousi. Eindigt op oesi. Dit betekent zij doden. Zij meervoudsvorm. Kijk je even of er een onderwerp bij staat. Dus nu heb je nominativus meervoud nodig. Omdat de persoonsvorm ook meervoud is. Die staat er. Dat zijn hoi oistoi. Dit is weer een andere vorm van ho oistos. De pijl. Dit zijn de pijlen. In het meervoud. Die delta staat er tussen. Die delta staat altijd op de tweede plaats van de zin. Dat betekent en of maar. Je mag het ook onvertaald laten. Maar dan weet je dat hij er soms tussen staat. Dus de pijlen doden. Wie of wat doden de pijlen? Tulterion. Het wilde beest. En dat is weer niet, zeg maar. Dus de pijlen doden het wilde beest niet. Hier heb je weer een leidend voorwerp. Tulterion. Volgende. Het is bijna dezelfde zin, zoals je ziet. Alleen is nu het woordje ti toegevoegd. Het betekent waarom. En je ziet hierachter een punt komma. Een punt komma is in het Nederlands, als je dus gaat vertalen, een vraagteken. Vergeet ook die leestekens niet goed over te nemen. Een vraagteken. De
Dus hier wordt het: waarom doden de pijlen het wilde beest niet? Volgende. Toterion tus oistos apotai, holeondoran atroton ega. Hier zie je weer een lange zin, maar hier halverwege zie je een hoge punt. Dat is in het Nederlands een dubbele punt. Dit is dus een zinscheiding. En je kunt dus tot hier lezen en daarna tot daar. Dus eerst het eerste deel. Apotai. Dit is de persoonsvorm. Dat betekent hij ze het stoot af. Met als onderwerp nu toterion. Toterion is eerst al door het leidend voorwerp geweest. En het is dezelfde vorm. Je ziet hoe die er precies hetzelfde uitziet. Dat kan omdat toterion een onzijdig woord is. En nominativus en accusativus is exact gelijk als het onzijdig is. Dus dan moet je aan de context kijken. Wat het onderwerp met leidend voorwerp is. Hiervoor moest het allemaal wel. Want er kwamen echte nominatieve vormen in voor die alleen maar nominatieves konden zijn. Deze kan nominatieves en accusatieves zijn. Dus daarom kun je het zien. Dus het wilde beest. Apotai. Stoot af. Wat stoot het wilde beest af? Tus oistus, de pijlen. Dus het wilde dier stoot de pijlen af. Huh, wat gebeurt er nu? Egai is hier de persoonsvorm. Hij zei het heeft. Met als onderwerp ho leon. Die uitgang, oon van leon, heb je nog niet gehad in je rijtjes. Maar je kunt zien dat dit toch een onderwerp is, omdat hier aan de rechterkant altijd in nominatieves vormen staan. Dus omdat hier leon staat, leeuw, weet je, dit is een nominatieves. Dus de leeuw heeft. Wat heeft de leeuw? Een doran atroton, een ondoordringbare huid. Nou, dat is handig voor je leeuw. Zin 7. Persoonsvorm. Pairousi. Dat betekent doorboren. Onderwerp is weer een meervoudsvorm. Zij doorboren. Dus ook nominatief is in het meervoud. Hoi oistoi. De pijlen doorboren. Hier heb je weer een leidend voorwerp. Wat doorboren de pijlen? De huid. Dit is de accusativusvorm van herdora. Dus de pijlen doorboren de huid. Niet. Let goed op dit soort woordjes. Het zijn maar twee letters, maar het maakt de betekenis van de zin ineens helemaal anders. De pijlen doorboren de huid niet. Laatste zin alweer. De persoonsvorm is soortzij. Hij zei het red. Onderwerp daarbij is hedora, de huid, zoals je hier kunt zien, hedora, de huid redt. Wie of wat redt de huid? Antwoord is het leidend voorwerp, het dier. En hutos betekent nog zo of op die manier. Dus dan heb je hier zo redt de huid het dier. Dus het gevecht is nog niet afgelopen, we moeten later even kijken hoe het verder gaat. En wij zijn uiteraard allemaal heel benieuwd. Ik hoop dat het een beetje geholpen heeft. Als je nog vragen hebt, kun je ze stellen in de comments. Of als je bij mij in de klas zit of bij mij op school, dan kun je ze ook in de les stellen. Succes!